Stel dat het aan u ligt, waar zou de provincie Noord-Brabant dan volgende maand eens dringend over moeten praten? Over de treinverbinding Breda-Utrecht. Als je behoud van stadscultuur, van stadsmonumentenbezit en dergelijke. In ieder geval over cultuur in de provincie. Milieu, dierenbescherming, dierenzorg. Veel werkloosheid. Dan zou je natuurlijk het een en ander moeten doen. De veiligheid. De veiligheid op straat. Dit is de vergaderzaal van Provinciale Staten in Den Bosch, zeg maar de Tweede Kamer van Brabant. Er werken 55 statenleden voor 9 politieke partijen. Ze vergaderen ongeveer elke 6 weken. Het zijn volksvertegenwoordigers, dus ze zijn er voor u. Als u vindt dat provinciale staten over een bepaald onderwerp moeten praten, kunt u een burgerinitiatief indienen. Dat is een voorstel om een bepaald onderwerp op de vergaderagenda van provinciale staten te krijgen. Het is een nieuwe mogelijkheid om invloed uit te oefenen. De spelregels zijn simpel. Nou, in ieder geval moet het een onderwerp zijn waar de afgelopen 4 jaar in Brabant geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Een tweede punt is dat je tenminste 1000 handtekeningen moet hebben verzameld. Dat die handtekeningen afkomstig zijn van mensen die ook stemrecht hebben. Dus dat betekent in de praktijk 18 jaar en ouder. En het moet een thema betreffen waarin niet de persoonlijke levenssfeer van mensen worden aangetast. En het moet ook passen binnen de universele rechten van de mens. Voldoet het burgerinitiatief aan deze voorwaarden, dan moeten provinciale staten het onderwerp op de agenda zetten. En dat doen ze dan ook. Het kan over allerlei onderwerpen gaan. Je zou kunnen denken aan een verbinding, spoorverbinding, een wegverbinding, een fietspad. Op het gebied van kunst en cultuur zou je bijvoorbeeld denken aan een thema als een kanon voor Brabant. Zo'n onderwerp wat een paar jaar geleden landelijk ook heel erg speelde. En bijvoorbeeld megastallen. En dat laatste, ja, dat is nou een thema waar een burgerinitiatief voor is ingediend hier bij Provinciale Staten. Wat we willen bereiken is dat de volksvertegenwoordiging oor heeft voor onze argumenten. Het gaat er eigenlijk om dat wij vinden dat in heel Noord-Brabant, het is een kleinschalige provincie, we zijn verschrikkelijk groot dicht bevolkt, dat die hele grote bio-industrie zoals die zich nu manifesteert, dat die niet past. Dus wij zeggen pas op de plaatsprovincie, niet die grote zoals jullie die nu in gedachten hebben. Na verwachting komt het onderwerp van dit burgerinitiatief in het voorjaar op de agenda.